Hoi mensen die hier op het dak staan, kom er even gauw af, want anders kan Peter Koelewijn weer een liedje van schrijven. We moeten geen glazen hebben dat het dak in elkaar dondert. Beste boeren, wij zijn hier voor jullie. De Nederlandse boeren zijn de beste boeren in de wereld en die moeten we beschermen. Wat hier gebeurt in Den Haag is een combinatie van verschillende dingen waar Forum voor Democratie zich vanaf het allereerste begin tegen verzet. De klimaat- en milieuhysterie. Het is totale waanzin wat hier gebeurt met de stikstofnormen. Totale waanzin. Alsmaar voortgaande Europese regeldruk waar wij vanaf willen, waardoor de regering totaal in de knel komt en allerlei maatschappelijke sectoren totaal in de knel komen. En een onvermogen om creatief om te gaan met de mogelijkheden die er wel zijn. U wordt in de steek gelaten. Wij eisen dat de brief van minister Schouten van 4 oktober ogenblikkelijk van tafel gaat. Dat alle provinciale beleidsmaatregelen die daarop zijn gevolgd direct worden opgeschort per heden, per nu. En dat er met de boeren om de tafel wordt gegaan om te kijken hoe we zo snel mogelijk het Duitse model kunnen invoeren. Want dat kan gewoon, daar is alle ruimte voor, dat moeten we gewoon doen. Nou, wat willen jullie horen? Of ik het met hem eens ben? Ja, dat vind ik vrij aardig. Ik ben geen volkswender, ik ga jullie niet opzwepen, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik ga in gedachten met jullie even terug een paar weken geleden. Toen stonden we hier ook. Dat was een memorabele dag. Daar was ik een beetje van beduust. Zoveel mensen, zoveel tractoren. Hou je van. Zoveel mensen, zoveel tractoren. Ik noem dat een prachtige opstanding. Dat klinkt wat plechtstatig. Maar ik had die indruk wel. Jullie boeren zijn veel te lang rustig, kalm en bedaard op je stoel blijven zitten. En te weinig je stem laten horen. En wat is er nou opeens aan de hand? Een hele veld staat vol. Een paar weken geleden ook. Jullie moeten die dag koesteren. Dat is een van de weinige keren dat de hele stad niet wordt ontwricht door beroepsagitatoren. Maar door mensen met een echt beroep en met echte zorgen. Dat maak je niet vaak mee. En door jullie acties is zo waar de trekker uit de vergetenhoek geraakt. De trekker staat nu symbool als een, ja, voor trots en verzet en opstand. En dat moet je zo houden. Zorg ervoor dat die trekker geen aanleiding biedt aan jullie politieke tegenstrevers om je een roer te kunnen draaien. Ze zitten erop te wachten dat iemand zijn driftjes niet in toon kan houden en dat hij gaat bedreigen en vernielen en met die trekker erbij en dan wordt het beeld gekanteld en dan kan de politiek weer deftig kijken en jullie de rest lezen. Laat het zover niet komen. Dus hou die mooie dag van twee weken geleden en nu in ere. Dus geef ze geen munitie om jullie te raken. Wij gaan in de Tweede Kamer alles doen om jullie te helpen. Wij komen net uit een hoorzitting en daar, is, ja, daar zijn deskundigen aan het woord geweest over het stikstof. Wij hadden zelf daarom naar gevraagd, dus er waren deskundigen. Daar ben ik niet vrolijk uitgekomen, want jullie zitten in een dwangbuis van reglementen. En die dwangbuis die wordt van commentaar gezien door schriftgeleerden die nog nooit een klom van buiten hebben gezien. En als je die mensen vraagt, wat is er erg aan stikstof? En wat gebeurt er aan stikstof? Dan val je buiten de discussie. Ze zitten helemaal gevangen in hun eigen reglementjes en normpjes. En die moeten nagestreefd worden. Nou, daar gaan wij oppositie tegen voeren. En zolang hier de boel volstroomt, en dat dit zal blijven volstromen. De vorige keer heb ik gezegd, laat het niet overwaaien, want dan wachten ze op. Geef ze geen munitie om jullie in een kwaad daglicht te stellen. Zorg daarvoor. Laat je die goede naam niet ontnemen. Dan doen wij de rest. Maar jullie moeten wel blijven komen. Dank je voor je komst. Ja, even een applaus voor deze sprekers. Dat is toch hier de woonkamer nemen om jullie toe te spreken.
Nou, we krijgen we geloof ik even een muziekje. Dan kunnen jullie weer een beetje afkoelen. En dan gaan we zo verder. What we've got here is failure to communicate. Some men who just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, direct door naar de volgende spreker.